de Electric een telefriend-sessie georganiseerd. En deze keer ging het over digitale communicatie. Ment Kuiper die is begonnen en zijn verhaal ging over trends en ontwikkelingen. En vervolgens zijn Kirsten Wagenaar en Marcel Olieslagers dieper ingegaan op voor hun specifieke onderwerpen. Namelijk community management en PR 2.0. Ik probeer een beetje op een zwart-wit manier de wereld openbaar te maken. Waarom doe ik dat? Ik zit met een hele grote zaal met marketeers en communicatiedeskundigen. En ik weet één ding zeker, keuzes maken kunnen wij bijna niet. Eigenlijk zodra je de klant hebt bereikt, dan begint online community management. Dus dat houdt eigenlijk in dat je de klant bij je houdt. Dat je hem betrekt, dat je hem enthousiasmeert. Dat je hem dus ambassadeur maakt voor jouw organisatie of merk. Wat is nou mooi om 24 uur per dag, of in ieder geval een paar keer per dag, te kunnen zien waar komen Twitterberichten rondom de producten van mijn bedrijf terug? Waar komen een blog terug? Waar komt een tweet terug? Waar wordt een artikel geschreven? Positief, negatief? Je kan het allemaal inventariseren. Personeel zegt er ook een beetje begon aan te irriteren van het gaat alleen maar negatief, weet je wel. Terwijl er ook best heel veel positieve bij zijn, maar de negatieve blijven onthouden. En dat is wel een moeilijk facet om mee om te gaan. En daar moeten we met elkaar ook mee leren omgaan. En ja, dat heb ik vandaag toch wel niet geleerd, maar ik heb daar wel uit geleerd van ja, er zijn toch andere manieren ook om daarmee om te gaan. Dus dat was een beetje de insteek van vandaag. Voor ons als bedrijf is het heel erg belangrijk om bezig te zijn met reputatiemanagement, omdat de middelen van ziekenhuizen wat minder groot zijn. En PR en perscontact heel erg belangrijk. Dus ik denk dat voor ons het meest waardevol is en waar we ook veel meer nog mee aan de slag moeten. Ja. Dat is een voorspelling dat social media e-mail gaat vervangen. En dat zie ik zelf ook steeds meer, maar in de zaal werd er nog heel met ongeloof op gereageerd. Maar daar gaan we gewoon wel heen. En dat wat er op social media gebeurt steeds belangrijker wordt. Misschien wel het belangrijkste.